Goeiedag. Ja, water is een groot probleem in het land. Op veel plaatsen zeer hoge waterstanden. Deze foto ontvingen we ook. Tot aan de kaderrand staat het water. Hier en daar zijn ook maar extra zandzakken neergelegd. En dat water, dat gaat geleidelijk aan wel minder worden, want er komt minder neerslag. We gaan een wat drogere periode krijgen. En dat zal zo'n beetje zijn vanaf het weekeinde. We hebben het ook over de kou gehad die zich in Scandinavië bevindt. Lage temperaturen daar. En die kou die komt onze kant op. Natuurlijk, wij gaan niet naar min 22 graden of min 26 graden. Maar het wordt echt wel wat kouder. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die kou vanuit het noordoosten langzaam maar zeker richting Nederland gaat. En dat is heel mooi te zien in deze animatie. Europa kleurt steeds blauwer omdat die koude lucht meer en meer terrein wint. En we zijn inmiddels op zondag aangekomen en dan zien we ook dat die temperatuur overdag nog nauwelijks boven het vriespunt gaat uitkomen. Op sommige plaatsen krijgen we dan echt wel te maken met ijsdagen. Dat de temperatuur dus hele etmaal niet boven nul gaat komen. En er komt ook nog eens matige vorst bij. Dat is allemaal voor, laten we zeggen, zondag en begin volgende week. Zover is het nu nog niet, want we hebben eerst nog te maken met wisselvallig weer. En daarvoor pakken we de andere animatie erbij. We zien vandaag flink wat buien over het land trekken, met name in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het wel overwegend droog geweest. En als ik de animatie ga aanzetten, dan zien we dat die buien geleidelijk aan gaan verdwijnen. En dan komt er een nieuw regengebied vanuit het zuidwesten opzetten. Actieve neerslag kan lokaal toch wel weer 10 tot 20 mm in totaal gaan vallen de komende 24 uur. En morgen hebben we te maken met een lage drukgebiedje wat overtrekt. Veel bewolking, dan regen en motregen. In het noordoosten wordt het ondertussen langzaam maar zeker wat kouder. En dat betekent dat daar misschien ook nog wel een vlokje natte sneeuw te zien is. En zaterdag is dat lage drukgebied dan eigenlijk nog steeds wel een beetje in de buurt. En daardoor kunnen we niet gaan zeggen dat de zaterdag droog gaat verlopen. Want ook dan kan het nog wel hier en daar miseren. En misschien dat er zelfs ook nog een vlokje motsneeuw gaat vallen in het noorden. Ik sluit dat niet uit. Laten we de kaarten maar eens bijpakken voor de vrijdag. Dat is dus een bewolkte dag met regen en motregen die van tijd tot tijd gaat vallen. En misschien dus in het noordoosten dat een scherpe waarnemer ook nog wel een vlokje natte sneeuw ertussen zit. Het is niet zo dat we naar een wit landschap gaan. Absoluut niet. Ik denk dat het vooral koude regen zal zijn. De wind, ja, die gaat natuurlijk vrijdag met dat lage drukgebiedje alle kanten op. Die is natuurlijk eerst zuidwest. Die draait nog eventjes naar het noordwesten toe. Voor het lage drukgebied uit is hij oostelijk. Dat is allemaal een beetje matig, die wind. De dagen erna, die zaterdag, ja, daar hebben we dan toch ook even neerslag ingezet. Met name in het eerste deel van de dag kan er wat regen, motregen vallen en misschien nog een vlokje natte sneeuw. Het is wel al een stuk kouder hoor. De temperatuur ligt overdag rond de 3 graden. En in de nacht van zaterdag op zondag gaat het dan vriezen. Overigens, dit is voor Midden-Nederland, zeg maar gemiddeld in het land. Want in het noorden is het al eerder koud aan het worden. En zal de vorst daar ook eerder binnenkomen als het ware. Maar dan, zondag, maandag, dinsdag. Temperatuur overdag rond het vriespunt. Ik denk in het oosten en noordoosten ook echt wel onder nul. En in de nachten matige vorst. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die noordoostenwind die erin komt. Dit is de windrichtingenpluim. En dan zien we ook dat we vanaf zondag overtuigend noordoostenwind hebben. Dat is het blauw. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Allemaal dagen dat de wind uit het noordoosten blijft waaien. Maar daarna steeds meer onzekerheid. Vrijdag en zaterdag zien we ook toch weer dat de kans is op een zuidwestelijke stroming. Of een westelijke stroming. Het geel en het oranje geven dat aan. Dan dus die onzekerheid die erin gaat komen. Wat is nou het goede nieuws? Tenminste, ik vind dat goed nieuws. Na al die regen en die bewolking die we hebben gehad, dat we ook de zon weer eens goed gaan zien. Want die dagen die zijn wel koud, maar de zon die laat zich prima zien. Het geel geeft aan dat er veel ruimte is voor de zon. Op het moment dat die wind weer omgaat, neemt de kans op zonneschijn duidelijk weer af. Ja, dat past natuurlijk ook dan bij de temperatuurpluim. Want wat zien we dan? Die dagen met zon. Nou, niet zozeer hele hoge temperaturen, want we hebben die koude lucht uit het noordoosten. Lage temperaturen dus, maandag, dinsdag. Woensdag eigenlijk ook nog wel zo'n dag. Dat zal hier inderdaad toch ook nog wel een ijsdag gaan worden. En dan sluipt langzaam maar zeker die onzekerheid er weer in, omdat die windrichting onzeker gaat worden. Maar dat wel de trend is dan dat het minder koud gaat worden en dat het scherpste randje van de kou er dan weer afgaat. Nog een fijne dag.